Beter, dan kunt u me goed verstaan. Nogmaals, welkom. Fijn u te ontmoeten vanmorgen. We mogen met alle vreugde onze Heer en Heilig dankzeggen. Daar hebben we alle reden toe. Toen ik vanmorgen vertrok van huis en het zonnetje kwam door de wolken heen. Ik herhaal het nog maar een keer. U kunt vandaag komen hier, want de wolken zijn er. Ja. Ik wil graag, voordat we een ogenblik een aantal dingen met elkaar gaan overdenken, de Bijbel met u openen bij Openbaring 4. Ik hoop dat u met me meeleest. Ik lees het voor uit de herziene Statenvertaling. Openbaring 4 vanaf het eerste vers. We lezen daar het volgende. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier, omhoog, en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En met één raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleden en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Die zijn de zeven geesten van God. En voor de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de tronen heen waren er vier dieren, vol ogen, van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, en het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden zich voor zich zes vleugelen rondom, en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere, de Almachtige die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich voor hem neer die op de troon zat. Aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Broeders, zusters, ik wil vanmorgen een aantal gedachten met u delen wat betreft de hemel. Nu, ik weet niet hoe het u vergaat, maar soms denk je daarover na. Wat staat ons te wachten? En hebben we inzicht in de dingen die zich daar voordoen? Nu, hoofdstuk 4 geeft ons een inzicht in datgene wat er gebeurt in de hemel. Niet naar de situatie van nu, want u weet het ongetwijfeld. De gelovigen die nu sterven of worden bevorderd tot heerlijkheid, die gaan naar het paradijs. En dat naar aanleiding van het feit dat de Heer Jezus aan het kruis tegen de moordenaar zei van heden zult u met mij in het paradijs zijn. Nu, we zingen graag over de hemel, we praten over de hemel, maar we willen er eigenlijk niet zo graag naartoe. Misschien ontdekt u dat wel bij uzelf.
Nu, ik moet u zeggen, ik ben niet levensmoe, maar ik heb een intens verlangen om de Heer Jezus te ontmoeten. En verenigd te worden met al degenen die ons zijn voorgegaan. En de Bijbel zegt daar heel veel over. We gaan een geweldige, mooie toekomst tegemoet. Een toekomst waar een eeuwige rust en een zaligheid en een eeuwige vrede ons deel zal worden. Nou, dat is toch onvoorstelbaar. Ik denk aan de woorden van de apostel Paulus in 1 Korinthe 2 vers 9, wat het oog niet heeft gezien en wat het oor niet heeft gehoord en wat in het hart van mensen niet is opgeklommen. Dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben, broeder, zuster. Nu, ik wil een aantal dingen, ik moet nu even kijken van, ja. Je ziet hier een beeld van de opname van de gelovigen. En ik wil daar toch even bij stilstaan. Want we weten dat de eerste hoofdstukken ziet Johannes iets. En dat verklaart hij ons ook. En dat heeft hij opgetekend in opdracht van God zelf. Maar dan zien we in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 is er een overgang te zien. Na deze. Dat is heel belangrijk om dat vast te houden. Na het gebeuren, en ik heb daar vorige keer iets van gedeeld met u. Van we hebben gesproken over de 7 gemeenten. Die we lezen in hoofdstuk 2 en 3. En die 7 gemeenten die waren toen aanwezig in Klein-Azië. Maar het vertelt ons ook iets over de geschiedenis van de kerk door alle eeuwen heen. En ik vind het toch belangrijk, broeder, zuster, om te benoemen. We hebben pas Pinksterfeest gevierd, de uitstorting van de Heilige Geest, waarvan de belofte van de Heer Jezus was, gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest. Dus niet een bepaalde lauwheid, maar een kracht, een power, zou ik willen zeggen. En die kracht die geeft ons de vrijmoedigheid om te spreken over de liefde van de Heer Jezus. En als je hart vol is van de Zoon van God, dan wordt je tong ook losgemaakt. Want je spreekt wat er in je hart leeft. En als het hart vol is van de liefde van de Heer Jezus, dan spreek je daarover. En dan wil je elkaar ook bemoedigen. Dat is heel belangrijk. Maar we zien ook in die gemeenten een verval, een enorm verval. De eerste liefde, zoals we dat lezen in de brief van, aan de Efeze. De eerste liefde werd verlaten. En wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, die eerste liefde verlaten is, dat betekent dat je hart niet meer vol is van de Zoon van God. En ik heb dat al eens eerder met u gedeeld, maar je moet soms eens even op herhaling gaan. Ik weet niet hoe het bij u is geweest, maar toen ik tot geloof kwam in de Heer Jezus, toen wilde ik iedereen wel bekeren. En je wilde zo graag spreken. En je vond het maar vreemd dat mensen dat niet accepteerden. Maar dan komt er toch een bepaalde ontnuchtering. Je zou ook kunnen zeggen teleurstelling. En dan ebt die eerste liefde, dat enthousiasme, dat gaat weg. En mijn gebed is altijd geweest, Heer, laat mij niet een kind zijn van de omstandigheden, maar laat mij het vertrouwen stellen op u. En geef me alstublieft het enthousiasme dat ik de eerste liefde niet verlies, maar dat ik vol ben van uw geest. Nu we weten waar het toe heeft geleid. Laodicea. Stond de Heer Jezus buiten de deur. Onvoorstelbaar. En natuurlijk, als je het op dit moment, en ja, we hebben nu onze beperkingen, maar laten we eerlijk zijn, we hebben heel veel uiterlijke dingen. We hebben prachtige, grote kerken, want het moet groot en nog groter en nog groter.
We hebben geweldige muzikale begeleiding. We hebben grote zangkoren. En wat zegt God? De Heer Jezus staat buiten de deur. Want het is veelal eigen kracht. Wat is de drive die we hebben als we samenkomen? Ik moet u zeggen, we hebben het even gelezen over die 24 oudsten. En ik ga er straks natuurlijk nog meer van zeggen, uiteraard. Maar die hebben een houding van aanbidding. En het woord heilig wordt regelmatig ook genoemd. Want God is niet alleen rechtvaardig, hij is ook heilig. Broeder, zuster. Die periode wordt afgesloten. En dan zien we dat Johannes, die wordt geroepen. Geroepen door de Zoon van God zelf. Wat is prachtig, hè? Dat je de stem van de goede herder mag horen. En te midden van heel veel geweld hoor je die stem niet meer. U zult het ongetwijfeld ook om u heen zien. Wij zijn mensen van lawaai geworden. Overal is lawaai. In de winkels, op straat. En er zijn genoeg middelen die de jeugd en ook de ouderen daarbij helpen. Ik heb dat al eens eerder gezegd. Ik woon op een rustig wegje en er zijn veel trimmers. En dan hebben ze toch nog iets in de oren. Dan denk ik, wat pak je nu op? Er is zoveel te beluisteren in de natuur. Maar het is of dat de macht der duisternis, de tegenstander van God, alles in het werk stelt om ons gehoor te verstoppen, bij wijze van spreken, voor de stem van de goede herder. Wat meer stemmen van de wereld er binnenkomen in ons hoofd en onze gedachten, wat minder we de stem van de goede herder horen. Johannes, die... U weet dat, hij werd naar het eiland Patmos verbannen omwille van het geloof in de Heer Jezus. En hij krijgt een opdracht, dat hebben we gelezen, hierna zag ik en zie. Er was een deur geopend in de hemel, wat een prachtige. Een deur geopend in de hemel. Dat betekent, als er een deur open is, dat je ook binnen kunt komen. En is het niet zo, broeder zuster, dat we in Hebreeën 4 lezen dat we met alle vrijmoedigheid mogen naderen tot de troon van de genade? Om barmhartigheid te verkrijgen op de tijd dat God het aangeeft. Het voorhangsel is gescheurd. Er was alleen maar toegang door de hoge priester in het heilige der heiligen één keer per jaar. En wij... Toen de Heer Jezus stierf en de woorden uitsprak, het is volbracht. Toen scheurde het voorhangsel en nu hebben we toegang tot de troon van de genade. Mag ik u een prachtig voorbeeld geven? Handelingen 7. U kent ongetwijfeld de geschiedenis van Stefanus. Wat een prachtige man van God, hè? En wat had hij een bijbelkennis. Hij wandelt door de hele schrift heen. En dan op een gegeven moment, dan is het zo, ze wilden hem in de beklaagde bank zetten. En daar zet hij de hele Sanhedrin zit hij in de beklaagde bank. En hij glom als, hij had een gezicht als het gezicht van een engel. En denkt u dan ook aan Mozes, die kwam van de berg af, was in de tegenwoordigheid van God geweest. En hij glom gewoon. Ja, dat kan ook niet anders. Als je in de tegenwoordigheid van God bent, ga je glimmen. Dat kan niet anders, broeders, zuster. En dat had Stefanus ook. Ze zagen hem aan en ze zagen het gezicht van een engel. En dan kijk je op een gegeven moment, als ik dat zo nog even mag zeggen, kijkt je omhoog. En wat ziet hij dan? Hij ziet de hemel geopend. En wat ziet hij daar? Hij ziet de Zoon des mensen staande aan de rechterhand van de Vader. Nu lezen we door de hele Hebreeënbrief heen dat hij zit, de Heer Jezus. Maar weet je wat zo kostbaar is? Hij ging Stefanus ontvangen. En als je iemand ontvangt, ga je staan. Prachtig, hè? Wat toch heerlijk dat als we hier onze ogen sluiten,
in vol vertrouwen op de Zoon van God, dat hij onszelf binnenhaalt. Broeder, zuster, wat is het toch geweldig te mogen weten dat als de hemel is betrokken bij datgene wat hier op aarde gebeurt, en wat is het geweldige mogen lezen en te horen wat de Heer Jezus zei, van als één zoon daar zich bekeert, dan is er blijdschap in de hemel. Zullen wij dan niet blij zijn als mensen tot geloof komen in de Heer Jezus? Nu, Johannes wordt opgetrokken en er wordt gezegd, kom hier. En daar kun je heel lang over nadenken. Er is ook een moment in mijn leven geweest dat de Heer Jezus zegt, kom bij mij. Kom bij mij. Kom bij mij. Last zijn. En ik zal je rust geven. Kom. Ik heb je lief. Ik wil je bij me hebben. Dat is het verlangen van de Heer Jezus. Dat spreekt hij ook uit in het gebed van Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Vader, ik wil dat waar ik ben ook degene zijn en komen die gij me gegeven hebt. Wat een uitzicht hebben wij, hè? Wij moeten ons niet bang laten maken door alles wat er om ons heen gebeurt. Broeder, zuster, ik herhaal het nog maar is er vertrouwen? Ik ben ontzettend dankbaar dat u vanmorgen gekomen bent en niet bang bent voor het virus. Weet je waar je bang voor moet zijn? Als je verloren gaat. Daar moet je bang voor zijn. Maar je hoeft niet bang zijn voor het virus, want wat zegt de Heer? Zie niet angstig rond. We hebben misschien alle reden om bang te zijn voor heel veel wat er gebeurt in de wereld. Maar als we ons vertrouwen hebben gesteld op de Zoon van God, hoeven we niet angstig te zijn, broeder, zuster. Er wordt opgetrokken in de hemel. Kom hier omhoog. Ja. Als je iets wil zien van wat hier gebeurt en als je het goede zicht wil houden op alles wat zich afspeelt in de wereld, moet je naar omhoog. En je moet van omhoog naar beneden kijken. Dan krijg je het inzicht. En dat betekent, we hoeven niet natuurlijk allemaal op te stijgen, alhoewel dat het prachtig zou zijn. Ik zie daar echt naar uit. Maar je wordt als het ware, als je gelooft, dan heb je de Heilige Geest ontvangen, maar dan word je al, dan zie je al de dingen van boven naar beneden. Met andere woorden, je ziet ze vanuit het gezichtspunt van God. Dat zegt ons de Bijbel. En wij kunnen een gezonde visie ontwikkelen als we vanuit Gods gezicht kijken met Gods gezicht naar de dingen die in de wereld gebeuren. En hij heeft ons geïnformeerd in alle detail van wat ons staat te wachten, broeder, zuster. De Bijbel is actueler dan de krant. En de Bijbel liegt ook niet. Die zegt ons onverkort de waarheid, broeder, zuster. En daarom om Johannes een goed zicht te geven op wat zich afspeelt in deze wereld, moest hij omhoog in de geest. Hij moest vanaf boven moest hij toezien en moest hij ook zien wat er zich in de hemel afspeelt. Nu, wij gaan ook straks omhoog, net als Johannes. En wij zullen vanaf boven naar beneden zien wat er zich allemaal afspeelt in een volkomen volmaakte sfeer, broeder, zuster. Oh, dat is toch onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Ik had deze week een echtpaar op visite. En die hebben ook best met verlies te maken in hun leven, of hebben dat ook. En dan ga je nadenken. En dan komen de gedachten naar boven toe van, in de eerste plaats, dan zullen we elkaar herkennen? Ja. Want niet kennen is onvolmaakt. Dus we zullen elkaar herkennen. Je hebt misschien nog wel eens, ja, maar ik zeg het maar heel simpel. Als u Job leest, hè? Nou, dat is een broeder die heeft heel wat meegemaakt.
En weet u, ik heb het wel eens tegen mijn vrouw gezegd. Als we straks in alle eerbied gezegd in de hemel komen, wil ik ook even bijpraten met Job. En dan zou je willen vragen van, waar heb je de kracht vandaan gekregen? Nou, dat weten we natuurlijk. Maar het is geweldig dat we al die oude geloofshelden uit het Oude Testament, die zullen we ontmoeten, broeder, zuster. En dan zegt u, ja, maar hoe is dat toch mogelijk? Al die miljarden mensen. Ja, maar God ziet ook alles. En het is zo belangrijk dat God vanaf zijn hoogte tussen al die miljarden mensen u en mij ziet. En ook nog bij name kent. Want hij kent het hele heelal bij naam. Hij heeft alle planeten, stelsels heeft hij een naam gegeven. Dus hij kent ook u en mijn naam. Wat is dat geweldig. Lees dat ook in de Bijbel. Als God zich openbaart aan mensen, dan spreekt hij zich uit. En dan noemt hij hen bij de naam. Wat toch prachtig, hè? Ja, heel bijzonder. Nu, broeder, zuster, ik weet, en dat wil ik toch vanmorgen ook benoemen, er zijn heel veel verschillende gedachten wat betreft de opname van de gemeente. Er zijn mensen die zeggen, wij moeten door de grote verdrukking. Nou, ik denk dat hier voldoende kennis is over het feit wat de grote verdrukking is. Dat is aan de hand van Daniël, die jaarweek, die 7 jaren waar de oordelen van God over deze wereld gestort worden. Dat God de mensen ter verantwoording zal roepen. Nu, ik ben er absoluut van overtuigd dat wij niet door de grote verdrukking gaan. En ik zou de andere mensen een goede reis willen geven. Die dat wel denken. Maar dat is niet best, mensen. Als je ziet wat van oordelen er over deze wereld komen. Maar weet u, zoals met vele dingen heeft ook de duivel in de leringen een voet tussen de deur gekregen bij de gelovigen. Want wat is er een verschil van mening? Laten we maar eerlijk zijn. Wat wordt er verschillend over gedacht? Maar broeder, zuster, het kan toch zo niet zijn. Dat zegt de Bijbel ook. Wij zijn niet onder het oordeel, maar we zijn onder de genade. Je oordeelt toch niet je eigen kind? Dat is onbestaanbaar. Wij zijn onder de genade. Paulus zegt het in Efeze 2, vers 8, door genade zijt gij behouden. En het is niet uw, maar het is Gods werk, broeder, zuster. En als je dan, en dat is nu het wonderlijke, na deze, zegt de Bijbel ons dus, na de periode van de afsluiting van de gemeente, de tijdperk van Pinksteren tot en met de opname, dan wordt er zicht gegeven in de hemel. We mogen over de schouder van Johannes meezien in de hemel. Bereidt u daarop voor? En hij ziet daar iets. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, het is de Heilige Geest die dat eigenlijk wil benadrukken. En zie, er stond een troon in de hemel. En op die troon, daar zat iemand. Nou, ik heb hier nog even een plaatje van de opname, die heb ik eens een keer gekregen. Dat is een pentekening. Dat is wel heel bijzonder, hè? Maar ziet u, er zijn ook nog mensen die naar de kerk gaan, terwijl de opname er is. Dat betekent dat er ook mensen achterblijven. En dan heb je te maken met het naamchristendom. Die in naam zich christen noemen, nooit wederom geboren zijn tot een levende hoop. Want wie gaan eigenlijk omhoog? Dat zijn degenen die de Heilige Geest hebben ontvangen. Die wederom geboren zijn tot een levende hoop. Opnieuw geboren. En ik wil u dat toch even meegeven vanmorgen. Als je 1 keer geboren wordt, sterf je 2 keer. En als je 2 keer geboren wordt, sterf je 1 keer. En als het meest is, dan sterf je helemaal niet, want dan ga je omhoog. Zo zeggen we dat. Nu, hier heb je
een klein beetje, het is natuurlijk maar een tekening, maar de troon van God en het zicht van God is niet te zien uiteraard. En er zat iemand en Johannes durft eigenlijk zijn naam niet uit te spreken. Zo heilig is de Heer. Hij zegt tegen Mozes van niemand zal mij zien en leven. En dan komen er misschien een aantal tegenstrijdigheden tegen in de Bijbel. Want als je in Jesaja 6 vers 1 leest, daar heeft Jesaja wel God gezien. Dat heeft hij toegestaan. En dan zegt Jesaja, was een hele jonge man, van wee mij. Want ik heb God gezien en ik zal niet kunnen overleven. Dan komt er een engel met een vurige kool en die reinigt hem. Broeder, zuster, ach, het is zo mooi de Bijbel. In geestvervoering en hij die daar zat, zag eruit als de steen van Jaspers en Sardius. Nou, we lezen in Openbaring regelmatig dat de stenen ook in de nieuwe stad de heerlijkheid van God vertegenwoordigen. Broeder, zuster. En ik wil een paar dingen zeggen over die stenen. Dat is heel mooi hoor. Maar dan moeten we even terug naar de hoge priester. De hoge priester in Israël, u weet het wel, hè? Van die had prachtige kleding aan. En wat had hij op zijn borst? Had hij zo'n... Ja, er zaten 12 stenen in. Hè? En dat is al de moeite waard om dat te bestuderen. Hij droeg, de hoge priester droeg de namen van Israël op zijn borst, op zijn hart. En weet u wat zo mooi is? De Heer Jezus Christus draagt u en mijn naam op zijn hart. Zo mooi. Het hoeft niet vertaald te worden naar stenen. Maar we weten dat wij deel mogen zijn van hem. Dat wij, ja, dat wij op zijn hart gebonden zijn als het ware. Sardius. En er was een regenboog rondom de troon. Nou, even een paar dingen over die stenen. Het was in het aanzien van de stenen, Sardius, dat is een soort met doorzichtig rotskristal. En waar stond hij voor? Ruben. En Ruben is de eerstgeborene. En wie is de eerstgeborene onder ons? De Heer Jezus. Dus hier heb je een korte beschrijving. En dat zeg ik, alles wat in de Bijbel staat, broeders en zusters, heeft een betekenis. Dat moeten we ons eigen maken, want het verrijkt ons leven op een bijzondere manier. En dan zien we de tweede steen, dat is een bloedrode of vleeskleurige steen en dat is Benjamin. En wat is Benjamin? De zoon van de rechterhand. En wie is de zoon van de rechterhand? Van de Vader, de Heer Jezus. Hij is de enigste zoon. En zo zie je dat we langzamerhand in het vers een beschrijving krijgen van de Heer Jezus zelf. En dan komt de andere steen. En dat is een lichtgroene steen. En dat is de vierde. En dat is Juda. En wat is Juda? Een beschrijving van de Heer Jezus, de leeuw uit Juda's stam. Openbaring 5. Is het niet geweldig hoe Johannes hier een beeld zich vormt? Want hij vindt het moeilijk en dan wordt het uitgedrukt in deze dingen, broeder, zuster. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd Juda. Nu, we weten dat de Heer Jezus Christus in Bethlehem geboren is, in Judea. En wat betekent Bethlehem? Broodhuis. En wat betekent Juda? Hij zal geprezen zijn tot in alle eeuwigheid. Ja, wat is er? We hebben vanmorgen lofliederen gezongen. En waarom heb ik die zo opgegeven? Omdat er in mijn hart een diep verlangen is om de Heer te prijzen. Loof de Heer mijn ziel en alles wat in mij is, zijn heilige naam. Broeder, zuster. En rondom de troon, en nu komt het, 24 tronen.
Dat is naar aanleiding van 1 Kronieken 24. 24 tronen. En wat zijn die 24 tronen? Wat vertegenwoordigen ze daar? Dat is de gemeente. En u leest in Openbaring 5 dat... En Lisa had het even met mij op. Ik hoop dat u een Bijbel meegenomen hebt. Ik zal die verse even lezen. Het lam opent de boekrol. Ik ga dat toch even vanaf het zesde vers lezen. En ik zag en zie te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht met zeven hoornen en zeven ogen. Dat is de Heer Jezus. He? Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Hier heb je de Vader en de Zoon. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk, moet u voorstellen, even goed onderstrepen, ze hadden elk een citer. U krijgt een citer straks. En dan vraagt u zich misschien, nou moet ik les hebben? Nee, dat hoeft niet. Want u bent volmaakt, u kunt spelen. Mooi, hè? Je krijgt een citer. Broeder, zuster, ik heb me daar zo in verheugd, want ik hou van muziek. Ik krijg een instrument. En ik mag de Heer loven en prijzen. Hè? Een citer is echt een Bijbels instrument. Broeder, zuster, ze hadden elk citer en een gouden schaal vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. Mag ik het zo zeggen vanmorgen, broeder, zuster, dat er geen één gebed wat opgezonden is vanuit het diepst van ons hart onder leiding van Gods geest verloren gaat? Denk niet dat de hemel van koper is dat u bidt. God hoort het gebed en hij bewaart ze, broeder, zuster. En wat lezen we dan? Daar gaat het eigenlijk even om. En zij zongen een nieuw lied. En ze zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, volk en natie. Kijk, hier wordt een beschrijving gegeven van de totale gemeente. Die gekocht is uit elke stam en natie, wereldwijd. Nou, ik hoef u niet te vertellen wat een machtig koor dat zal worden. Tot eer van de naam van de Heer Jezus. Hier die 24 oudsten. En waarom die 24? Nou, dat is 2 keer 12, zeggen we dan. Nou, dat is heel gemakkelijk, hè? 2 keer 12. Dat zijn de gelovigen uit het Oude Testament en dat is de gemeente. Dan zijn de gelovigen uit het Oude Testament krijgen een andere plaats dan de gemeente. Daar ga ik even niet te veel op in, maar dat is wel zo, want de gemeente is het lichaam van Christus. De gelovigen uit het Oude Testament zijn ook meegenomen naar het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus naar het paradijs. Broeders, zuster, maar ik wil eigenlijk benadrukken en ik wil u bemoedigen vanmorgen met het feit dat na deze Johannes dit beeld ziet in de hemel. En dat hij de gemeente en de gelovigen uit het Oude Testament ziet voor de troon van God. En wat hebben ze daar het doel? Ik krijg wel eens te horen van zullen we ons in de hemel vervelen. Ja, ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen. Je kunt je toch nooit vervelen. Wat we zullen doen, we zullen, laten we dat even voorop stellen, we zullen alleen niet hem prijzen, maar we zullen ook met hem regeren. Dat hebben we gelezen in Openbaring 1 vers 6. Dat vind ik heel belangrijk, dat u en ik en alle gelovigen ook thuis die met ons meeluisteren, die met ons verbonden zijn, we zullen met hem regeren. Want hij heeft ons gemaakt, zegt de Bijbel, tot koningen en priesters. En koningschap spreekt van regeren. En een priesterschap betekent dat wij als een soort met middelaar, want de priester betekent in het Nederlands gezegd, van dichterbij brengen bij God. Wat mooi, hè? Dus we zullen met hem regeren over deze wereld, als koningen en priesters. Nu is het volk Israël, u leest dat onderaan in Exodus 19 vers 6, dat is ook een koninklijk priesterschap.
Maar de gemeente is ook koninklijk en ook een priesterschap. Wat zegt daarvan de apostel Petrus, broeder en zuster? 24 oudsten zitten, bekleed ze met witte kleding. Nou, ik heb het misschien wel eens verteld, maar ik heb... Ik mocht, laat me het zo zeggen, toen, ik heb dat wel eens gezegd, hopelijk, maar wij hebben van de Heere 3 dochters gekregen. En toen ze gingen trouwen, mocht ik mee om naar de trouwjurk te kijken. En dat vond ik een enorm voorrecht, want meestal, ja, mijn vrouw was er uiteraard bij, maar meestal gaan de mannen niet mee. En ik was zo dankbaar. En de middelste dochter, dat herinner ik me nog, we waren in zo'n bruidsmodezaak. En die kwam met een prachtig mooie jurk, kwam ze uit het kleedhokje vandaan. En ik kon het niet laten, ik zei, en zo zullen we er allemaal uit gaan zien. Ja, toch? Witte kleding, broeders, zuster. Het ontroert me. Gewassen in het bloed van de Heer Jezus Christus. Rein en volmaakt. Het heeft zijn dood gekost om u en mij te bekleden met de kleding van de gerechtigheid. Dat zou je toch nooit vergeten, broeders, zuster. En dat wordt hier zichtbaar. Ze hadden witte kleding aan. En mag ik het vanmorgen zo zeggen? En ik wil u daar echt mee bemoedigen. Van wat is uw leven als u erop terugkijkt? Misschien, en ook die thuis met ons meeluisteren. Misschien dat u gedompeld bent in verdriet. Door gemis. Of dat u ernstig ziek bent en niet lang meer te leven heeft. Of noemt u maar op al die dingen die een gelovige ook kan treffen op deze wereld. Mag ik u vanmorgen bemoedigen door te zeggen van het is maar tijdelijk. Want we zijn nu al bekleed met de klederen van het heil. En we zullen straks eruit zien als mensen met een wit gewaad. De witte kleur van de reinheid, broeders, zuster. Dit is allemaal maar tijdelijk. En weet u, dat wil ik ook benadrukken vanmorgen. Als u geen zekerheid hebt in uw leven, dan wil ik u eigenlijk aansporen. Open uw hart, open je hart voor de Heer Jezus. Het gaat om de eeuwigheid. Beseffen we wel dat als je niet gelooft, je voor eeuwig verloren bent. Er wordt wel eens gezegd, een mens gaat verloren, maar een mens is verloren. En uit die verloren toestand wordt de reddingsboei van de Heer Jezus ons toegeworpen. Met de woorden, kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn, Mattheüs 11, vers 28, en ik zal je rust geven. Weet u, en dat zeg ik met heel mijn hart. Ik ben opgegroeid en ik heb dat misschien wel eens, ik val soms wel eens in herhaling, maar neemt u mij dat kwalijk, zit in de leeftijd waarschijnlijk. Maar weet u, ik ben opgegroeid, en daar ben ik zo dankbaar voor, in een gelovig gezin. Wedergeboren ouders. En ik kan God dagelijks danken voor het feit dat hij voor mij gebeden hebben. Dat de Heer me niet los zou laten. Ik heb ook dingen gedaan die niet kloppen. En dan moet ik het ook met de prediker zeggen, Heer, gedenk niet aan de zonde van mijn jeugd. Maar weet u, dan ben je zo dankbaar dat de basis gelegd is van het zaad van God in je hart. Geweldig belangrijk. En dat je op een bepaald moment die liefde van de Heer Jezus zo dichtbij weet en zo ervaart in je leven, dan moet je capituleren. Want er is nooit iemand die je zo lief kan hebben als de Heer Jezus zelf. Nooit iemand, broeder, zuster. Ik denk aan het lied uit de bundel van Johannes, de Heer, nooit schoner gift is de wereld gegeven. Nee, nooit één. Nee, nooit één. Jezus de weg, de waarheid en het leven. Hij alleen, broeder, zuster. En we leven in een wereld vol verwarring. En er is ook geen toekomst meer. En de mensen die daar iets van kunnen zeggen, die delen die gedachten ook.
De doomsdayklok, die heb ik al eens eerder aan u laten zien. De doomsdayklok die ingesteld is na de oorlog, die staat volgens de mensen die daar verstand van hebben, die staat op 12:02. En mag ik het vanmorgen zo zeggen? En Gods klok staat voor de gemeente op 12:01. Ja. Dat is een wonder van genade, broeder, zuster. En het is echt mijn diepe verlangen om de gelovigen toe te rusten. En mijn dagelijks gebed is, Heer, bereid de gemeente voor op uw komst op de wolken van de hemel. Wil de kracht van de Heilige Geest openbaar maken in al uw kinderen. Dat we de roep versterken voor hen die het moeilijk hebben. Van kom spoedig, Heer Jezus. Waarom wordt er zo weinig gesproken over deze dingen, broeders, zusters? Hier in gemeente, God dank wel. Maar ik kom in gemeenten waarvan men zegt, waarom horen we dat niet? Nee, waarom wil de duivel dat we daar niet mee geconfronteerd worden? Hij wil dat zo ver mogelijk wegstoppen, want hij weet nog beter wanneer die tijden aanbreken, want zijn tijd is nog kort. We hebben vanmorgen gezongen, er is kracht, wonderbare kracht. Satan gaat rond als een briesende leeuw. Er is kracht in het bloed van het lam. De naam van de Heer Jezus is als een sterke toren, broeder, zuster. De gelovige die vlucht erheen en hij is onaantastbaar. Dat is de aanwezigheid van onze Zoon, de Zoon van God. Broeder, zuster, wat een genade, wat een genade. En dan komen de bliksemstralen. Jongen, wat gaat de tijd vlug. Nou ja, er is in de hemel geen klok. Maar weet u, er komen bliksemstralen vanuit de troon. Dat betekent dat de oordelen vanuit de hemel over de aarde worden uitgestort. En vreselijk is het dan wat de mensen dan staat te gebeuren. Maar de genade van God, en daar wil ik dan ook maar mee afsluiten. Ik ga de volgende keer nog verder met u hierover. Maar de genade van God is zo groot dat ook in die tijd zullen mensen nog tot geloof komen. Ja? Wat zegt u? Ja, hij is de regisseur. Amen, broeder. Ik zou niet anders willen zeggen. Nee, maar zo is het. Ik bedoel, maar hij heeft alle dingen in zijn machtige hand. Dat moeten we nooit vergeten, broeder, zuster. Van waar laten we de oren naar hangen? Dat vind ik eigenlijk zo belangrijk om dat toch nog even te zeggen. Ik hoop dat ik u eigenlijk mee kan nemen door te zeggen, wees niet bang over alles wat er om ons heen gebeurt of zoiets. Mensen die zijn bang om de samenkomst te bezoeken. Zijn bang om getroffen te worden voor het virus. Nu, ik ontken niet dat het virus er niet is, maar wat is ons vertrouwen? Mijn gebed is, Heer, ik zoek het niet op. Maar mogen we dan niet verwachten dat als je als gelovigen bij elkaar komt, in de naam van de Heer Jezus, dat je beschermd wordt. Waar ligt ons vertrouwen, broeder, zuster? Mag ik dat aan u meegeven vanmorgen? En ook die thuis met ons meeluisteren. Wees niet bang. Weet u, ik zeg het even heel cru, maar het is een duivels gebeuren wat er op dit moment gaande is. De overheid die heeft een voet bij ons tussen de deur gekregen. Die bepaalt welke mensen wij mogen ontvangen. Ik mag uiteraard, wat ze zeggen, niet eens met mijn kinderen samenkomen. Nu, ze kunnen voor mij wat. Ik doe het wel. Nou, juist. Juist, broeder. Zo is het. Ik benoem maar, wij moeten. Paulus die zegt daar ook iets van. Dat kun je dus, daar wil ik nu niet te diep op ingaan. Maar wij moeten het vertrouwen hebben dat er ook, laten we het anders zeggen. In het Oude Testament waren heel veel godsmannen burgerlijk ongehoorzaam. En wat bedoel ik daarmee te zeggen? Dat in hun hart de wetten van God belangrijker waren dan de wetten van de koning. En als dat niet het geval was, hadden we het nooit gelezen van Daniel in de leeuwenkuil. Hadden we het nooit gelezen van de 3 jongelingen, daar waren ze meegegaan. Maar wij moeten paraat staan. Wij moeten de wetten van God in ons hart hebben.
En we moeten dat eerbiedigen. En dat moet natuurlijk in alle wijsheid, daar wil ik verder niks van zeggen. Ik wil ook niemand aanvallen. Maar ik wil namens mijn heiland en verlosser spreken vanmorgen. Van vertrouw op de Heer Jezus. Nou, en dan zegt u misschien ja, maar er worden ook gelovigen getroffen. Ja, we leven in de gebrokenheid van deze wereld. Maar broeder, zuster, mag ik het even vanuit het diepste van mijn hart zeggen? En ik heb het vanmorgen ook nog gedeeld met een broeder. Er staat iemand voor u en ik heb een ernstige kwaal en ik zou van alles moeten bekeren. En ik voel niks. God geeft me de genade om met datgene wat ik mag zijn, wat ik zeg met de apostel Paulus, door de genade van God ben ik wat ik ben. Hem zij de eer. En ik wil nog, Paulus had natuurlijk, die had ook een doorn in zijn vlees, u weet dat ook. Hè? En hij bad dat 3 keer voor. En dan zei de Heer, Paulus, mijn genade is u genoeg. Het is genoeg, Paulus. Je moet genoeg aan mij hebben. En het hielp hem ook om heel dicht bij Gods vaderhart te blijven. Nu, broeder, zuster, ik wil nog toch even die glazen zee. Ik heb nog niet te veel laten zien, maar die glazen zee. Dat is een glazen zee van kristal. En als u naar de tempel die Salomo gebouwd had, dan wordt het waswat werd de zee genoemd. En als de priesters dienst moesten doen, dan moesten ze via dat wasvat passeren voordat ze in het heilige kwamen. Wat moesten ze daar doen? Ze moesten zich wassen. En dan konden ze verder. Wat is het belangrijk dat we ons dagelijks gaan wassen, reinigen door het woord van God. Het woord van God reinigt onze gedachten, omdat we daarin vinden wat God opgetekend heeft in zijn woord, hoe we moeten leven. En hoe we met dingen moeten omgaan, broeder, zuster. Het is zo geweldig belangrijk. We leren ons eigen maken door de Bijbel te lezen wat Gods gedachten zijn en hoe we daarmee om moeten gaan. Zo prachtig en zo geweldig. En die zee van water, dat is kristal geworden. En waarom is het kristal geworden? Omdat we ons niet meer hoeven te wassen. Het is niet meer nodig. We hebben een vaste substantie nodig. Want we zijn gewassen in het bloed van het lam, broeder, zuster. Dat heeft ons gereinigd tot in het diepst van onze poriën, zou ik willen zeggen. Wat een machtige getuigenis hebben we toch in de Bijbel gekregen, de zee van kristal. Nu, ik wil eindigen met te zeggen van, ik hoop dat ik u mee heb kunnen geven vanmorgen. Wat de hoop en onze verwachting is. Broeders, zuster, Corrie ten Boom zei het al. Het beste komt nog. Het beste komt nog. En laten we onze ogen gericht houden op de Heer Jezus. De overste leidsman en de voleinde van het geloof. Nog een korte tijd. En we zullen hem ontmoeten. En dat geloven zal overgaan in aanschouwen. Op een wonderbare manier. En we zullen, net als Paulus in 2 Korinthe 12. Als we nu al een kijkje mogen nemen, dan zegt Paulus, ik ben opgetrokken in de derde hemel. En ik heb daar onuitsprekelijke dingen gezien. En ik kan het niet verklaren. Ik kan het niet onder woorden brengen. Dat staat ons te wachten. Wat een dag zal dat zijn. Als het geloven overgaat in aanschouwen. En we hem zullen ontmoeten. En verenigd worden met al degenen die ons voor zijn gegaan. Hem zij geprezen tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen.